Het schaadt de democratie dat duizenden oproepingskaarten niet worden geleverd of verstrekt in verkiezingsperiode. Het gisteren gestarte onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de distributie niet adequaat geschiet, zegt minister Bronto Somahadjo van Binnenlandse Zaken. Hij gaf gisteren het startsein voor het veldonderzoek aan de Anjelierstraat te Paramaribo. U weet, bij elke verkiezing krijgen de kiesgerechten de oproepkaart om te mogen stemmen. Het bleek dat er na het einde van de rit elke keer duizenden oproepkaarten niet worden geleverd, niet worden verstrekt aan de kiesgerechtigden. En dat is zonde. Ten eerste, het doet wat met de democratie. Want hoe meer mensen kunnen meedoen aan de verkiezing, hoe beter dat is voor de democratie. En ten tweede, wij sparen als ministerie van Binnenlandse Zaken nog kosten, nog moeite om ervoor te zorgen dat de mensen hun oproepingskaart krijgen. Een adres wordt wel 3 keer aangedaan om degene de kans te geven om die oproepingskaart te krijgen. Nu blijkt dat er, wat ik al zei, duizenden niet worden geleverd. Dus het ministerie heeft de oproepingskaarten die niet zijn geleverd onderzocht. En we hebben besloten om op het veld te gaan, samen met de mensen van de afdeling verkiezing, om te kijken, om ons te vergewissen, samen met de mensen van CBBO, om te kijken, 1, of de mensen daadwerkelijk wonen op het adres dat ze aangeven. Zodat we samen met het volk ervoor kunnen zorgen dat er een betere bevolkingsadministratie is en een up-to-date verkiezingsbestand. Somahadjo zegt dat het bijzonder belangrijk is dat er een goede bevolkingsadministratie en een up-to-date verkiezingsbestand is. Het mag niet meer voorkomen dat stemgerechtigden op een adres geregistreerd staan, terwijl deze mensen niet bekend zijn met deze verblijfplaatsen, meent de minister. Dat is precies de reden dat we dit onderzoek doen. Wij willen dus er zeker van zijn dat als je naam opgeeft of je hier woont, dat het is bij wet verplicht dat je de juiste adres opgeeft. En u ziet het, bij dit is niet het geval. En dat is zonde, dat is zonde. 1, voor al het geld, voor al de moeite dat we doen in de verkiezingen. En 2, dat je niet mee kan doen aan de verkiezingen. Nogmaals, doe mee. Ik roep iedereen op, doe mee met deze kick-off, met deze onderzoek. Zodat we 1, een betere bevolkingsadministratie hebben. En zodat we straks meer mensen kunnen meelaten doen aan de eerstvolgende verkiezingen. Somahadjo zegt dat het gaat om een landelijk project. Hij stelt dat het ministerie een grote organisatie is en continu bezig zal zijn om zoveel mogelijk onderzoek te doen. De bedoeling is dat alle stemgerechtigden bereikt worden met de doorlichting.